Ja, hallo. Even kijken hoor. Ja, doet hij het nu wel goed? Volgens mij, ja, nu doet hij het goed. Oh, ik moet, ah, moet er nu wel bij zeggen dat we nu al wel live in de uitzending zitten ook. Oh, oh, hallo. Ja, hallo. Ja. Dames en heren, mag ik een groot digitaal applaus voor Annick Boer. Ja. Yay. Yay. Ja. Ja, nou ja, als de techniek ons niet in de steek laat, dan hebben we nu inderdaad goed contact met Annick Boer. Goedenavond. Ja, fantastisch, goedenavond. Ja. Ja, wij bellen al vanuit... Enkhuizen. Ja, wat zei je? Ik zei Enkhuizen. Ja, precies. Nou, daar zitten wij nu al. Wij maken voor heel West-Friesland radio. Maar ja, we zitten op Steenworp afstand, waar jij vrijdag ook te zien gaat zijn. Namelijk, ja, ik heb verheugd me er erg op in de dromedaris. Ja, precies. Maar moest je Enkhuizen nog opzoeken toen je werd geboekt, of niet? Nee joh, want ik ging daar vroeger heel vaak op vakantie. Ik ben een boten... Oh ja, en ja. We zijn altijd met de boten vakantie, dus we gingen ook altijd naar Enkhuizen. Ja, ja, dus de dromedaris zag je al heel vaak. Nou, het theater heb ik nog nooit gestaan. Dat is de eerste keer dat ik daar sta, kijk. Ja. Ja. Hey, en over dingen voor het eerst gesproken. Het was ook echt voor het eerst dat jij een cabaretvoorstelling maakt, toch? Ja, ja, ik doe natuurlijk wel altijd al langer dingen in de cabaretsfeer. Weet je wel, ik kom bij de Vara van de Kopspijkers vandaan. En de Kan Niet Waar Zijn en nu de tv-kantine. Dus ik zit wel altijd een beetje in de grappenmakershoek. Ja, precies. Maar ik heb nu zeg maar mijn hele eigen voorstelling geschreven. En de liedjes, en niet alle liedjes, maar een aantal. Samen met Jean-Louis van Dam, een pianist. Ja. Dus dit is de eerste keer, maar het gaat hartstikke goed. Ja. Ik vind het heel erg leuk. Is dat nou eng dan, om ineens alles in je eentje te moeten doen? Ja, de eerste paar keren vond ik het heel eng. Toen ging ik ook echt alleen maar ergens ver in het land spelen waar ik zeker wist dat ik niemand kende. Oh ja, ja. Was ik heel erg bang. Ja. En nu heb ik gewoon, ik heb vorige week zelfs gewoon hier in de Lamar in Amsterdam gestaan. Ja. Met een hele zaal vol en ook nog met bekenden. En nu sta ik daar heel makkelijk eigenlijk. Oh ja. Heel blij om. Ja, ik zag een aantal goede reviews daar al van voorbij komen. Ja. Ja, het is gewoon, ja, sinds de COVID zijn de mensen, als ze dan weer eens een avond uitgaan, dan zijn ze zo blij. Dus het zijn zulke leuke avonden. Ja. En wij zijn ook natuurlijk heel blij dat we eindelijk weer mogen spelen, mijn pianist en ik. Dus wij, ja, het werkt twee kanten op dat iedereen gewoon een goede avond heeft. Ja, maar je had deze show al eigenlijk wel eerder ook al willen spelen, toch? Ja, ik had hem al voor de COVID 20 keer gespeeld. En toen moesten we natuurlijk een jaar stoppen. Ja. En dat halen we zeg maar nu in. En, maar ja, als je er een jaar... Kijk, ik doe mijn vak al 27 jaar. Als je ineens niet mag spelen, dat is natuurlijk heel raar. Ja, ja. Dus als je dan eindelijk na een jaar weer mag, joh, dan ben je blij. Dat is niet normaal. Ja. Ja. Kon je het financieel ronddraaien? Of moest je gaan werken? Ja. Werk deed ik natuurlijk al. Ja. Maar, nee, maar ik bedoel ging je de detailhandel in werken? Ik bedoel, want dat ging door. Nee, ik ben veel les gaan geven. Dus de Nederlandse acteurschool heet dat. Daar ben ik les gaan geven. En ik heb mijn tweede programma geschreven. Dus mijn tweede cabaretvoorstelling. Die komt volgend jaar uit. Oh, dus je gaat gelijk door met het vervolg? Ja, ik ga door met het vervolg. Maar ik ga eerst nog in de musical Zijn Eigen Loopt in mij spelen. Over André Hazes. Oh ja. Vanaf januari. En dan vanaf september komt er mijn tweede voorstelling uit. Ja. Ja. Hey, nou we toch nog heel even over COVID hadden. Het is hier een onderwerp gisteren ook al bij ons op de radio besproken. Met onder andere de directeur Roel Vente. Van de Schouwburg, die jij nog wel kent waarschijnlijk. Ja. Ja. Die toch zei dat sommige mensen bij sommige voorstellingen toch de zalen nog niet helemaal weten te vinden eigenlijk weer. Hoe is jouw ervaring daarmee? Dat zijn eigenlijk de voorstellingen die zijn doorgeschoven. Dus die eigenlijk vorig jaar zouden spelen. Ja. Maar de mensen elkaar ervoor hadden gekocht. En die gewoon nu spelen, die zitten behoorlijk goed vol. Ja. Maar eigenlijk nieuw geboekte voorstellingen, dat de mensen dus nu kaarten moeten kopen. Ja, dat gaat gewoon wat trager. Ja. Maar ik merk wel dat de mensen zeg maar zo leuk vinden. Dat ze ook zeggen van, we vonden het eerst een beetje spannend. Maar dan zien ze hoe netjes en goed het allemaal is geregeld. En dat ze wel weer zoiets hadden van, we gaan weer vaker nu. Ja, precies. Nou, ik zie het eigenlijk wel positief in, moet ik zeggen. Ja, precies. Ja, onze collega's van de tv, die gaan er morgen nog een item aan besteden waarschijnlijk. Omdat het toch een beetje zoeken is nog voor mensen. En ja, hij ging mij ook nog bellen, zei. Oh, kijk. Nou, daar hebben ze jou in ieder geval ook al weten te vinden. Omdat inderdaad het ene moment de echt grote producties die misschien wel weer snel uitverkocht zijn. Maar sommige andere toch niet helemaal. Ja, dan is toch zoeken waarom dat dan is. Ja. Ja.
Ja, nou ja, misschien, ja, mensen zijn toen nog een beetje bangig. En kijk, als je normaal naar 7 voorstellingen per jaar gaat en je denkt nu van ja, het is allemaal een beetje spannend, ik ga maar naar 2 dingen en dan zie ik wel even hoe dat gaat. Ja, dat kan, dat mensen dat nu nog hebben. Ja, precies. Zou de QR-code nog mee te maken kunnen hebben? Ja, tuurlijk, ze moeten allemaal de QR-code laten zien. Ja. Dus er zijn natuurlijk altijd mensen die dat ook niet hebben of willen. Dus dat is nu zo. Ja, nou, ik merk inderdaad wel dat ik ben ook al een keer weer in theater geweest een aantal keren. Met zo'n volle zaal is het toch wel weer fijn, hoor. Is wel heel lekker. Ja, joh, het is echt... Ik vind het echt elke dag een feest. Dus ik heb ook zoiets van... Want jij zegt net van, vind je het eng om zo'n voorstelling te doen? Ja. Vroeger kon ik best wel overvallen worden door zenuwen. Maar nu denk ik, ja, dat vind ik zonde van mijn tijd. Want we mogen eindelijk weer, weet ja. je wel? Ja, precies. Je staat er veel beter in eigenlijk. Ja. Zo fijn is dat het weer mag. Ja, ik heb een vraag voor u. Oh, zeg nou u? Voor jou, sorry. Ik ken u al vrij lang, want Sander en ik zijn een beetje amateur theaterspelers. Nou, ik krijg er ook geld voor. En we krijgen ook af en toe ons geld voor, sorry. Dus. Hoe komt het dat het zo lang heeft geduurd voor jou om eindelijk solo te gaan? Goeie vraag. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Toen ik van de toneelschool afkwam, toen kwam ik bij het toneel terecht. En toen, als je kan zingen, kom je ook bij de musicals terecht. Nou, ik kwam ondertussen bij het cabaret bij de Varen terecht. Dus dan dendert dat zo door. Yeah. Maar ik dacht wel de hele tijd van... Want ik verzon best wel vaak grappen bij scènes en die er dan ook in bleven. Oh ja. En ik schreef ook al wel eens liedjes af en toe voor een musical. Dat mensen ook zeiden van, oh, een leuk liedje. En op een gegeven moment dacht ik van, ik moet het gewoon... En ik vond het altijd heel leuk om als er bijvoorbeeld iets misging in het theater... en je moest tegen het publiek gewoon gaan zeggen dat we even moesten stoppen... dan vond ik het altijd heel leuk om de zaal te entertainen. Dus het broedde gewoon altijd al een beetje in mij. En toen dacht ik ga het gewoon proberen. En toen heb ik het dus gemaakt. En toen heb ik het 2 keer ergens heel ver weg gedaan. Ja. En toen dacht ik, het werkt. Nou, en toen hebben we gewoon een tour geboekt. Maar ik wilde dat altijd al om een of andere reden. Ja, dus je moest niet een bepaalde drempel nog over voor jezelf. Nou ja, ik moest een enorme drempel over, want het is natuurlijk doodeng. Ook omdat je alles zelf schrijft. Dus als mensen het willen afkraken, dan kan dat. Maar dat ben je helemaal zelf. Ja. Je kan niet zeggen, het was een slecht script van iemand anders. Ja. Terwijl je kan je nergens achter verschuilen. Hoe? Dus natuurlijk moet je die drempel over, ja. Ja. Als we er dan willen er toch, tenminste heb ik behoefte aan om toch een stempel ergens op te drukken. Welke hoek we het moeten zoeken? Is het kleinkunst, cabaret, vergelijken met iemand? Hoe kunnen we het... Ja, welke hoek gaan we het zoeken? Ja, nou, ik noem het zelf, ik denk sociaal cabaret. Het is uit het leven gegrepen. Het is niet politiek geëngageerd. Ik maak ook geen andere mensen belachelijk, vooral mezelf. Ja. En mensen die zeggen wel allemaal dat het heel herkenbaar is. En dat ze heel erg moesten lachen en dat ze de liedjes mooi vonden. Oh ja. Dus dat is een beetje... Ja, mensen, er had ook iemand geschreven dat ik zo grappig was als Brigitte Kaandorp... En zo mooi kon zingen als Jasperina de Jong. Maar dat vond ik wel een beetje te grote complimenten. Oh ja, heel mooi compliment. Ja. Dat zijn natuurlijk wel hele leuke woorden als dat wordt gezegd. Ja. Ja. Maar nou. Ik ben nu natuurlijk gewoon... Ik ben altijd, als ik bij de tv-kantine even Jinek doe of Anouk... Ik ben altijd iemand anders. En nu ben ik voor het eerst echt mezelf. Ja. En komt Eva Jinek of Anouk voorbij? Komt een heel klein millimetertje komt dat voorbij. Oh. Maar ik doe eigenlijk helemaal geen types... Nee. Ik ben eigenlijk helemaal mezelf, maar heel af en toe ontschiet er mij wel eentje, ja. Ja. Hoe is dat in het dagelijks leven? Heeft u ook wel eens dat u... Sorry, heb jij... Heb je ook wel eens dat je... Ja, sorry, ik heb een hele strenge Surinaamse vader gehad, dus dat is er ingeslagen, sorry. Nee, ja. Is het ook zo dat wanneer je boodschappen doet, zo dat iemand zegt, doe even je nek? Heb je daar last van? Ik omdat ik eigenlijk altijd een snor op heb of een pruik of whatever, word ik niet zo vaak herkend. Maar als ik word herkend, dan zeggen ze wel van doe eens een typetje, ja. Ja, precies. Hoe ga je daarmee om? Nou, probeer ik heel snel door te lopen als een vriend. Dan waren die mondkapjes wel handig natuurlijk. Ja, als je het is natuurlijk heel gênant. Ja. Dat je ergens iemand, want mensen zeggen soms gewoon doe eens een stukje. Ja.
Dankjewel. Maar ik doe bijvoorbeeld wel, ik ben de stem van Dory in de tekenfilms Finding Nemo en Finding Dory. Weet je wel, die vrouw is een geheugenverlies. Ja. En kinderen vragen altijd of ik die stem wil doen. Dat doe ik altijd. Oh ja. Dat wist ik helemaal niet. Nou. Ik heb een tweeling van 4. Nou. Dus ik heb nu een aantal keer gezien. Nou. Ja. Ik wist niet dat jij de stem was. Ja hoor, dat ben ik. Nou. Wat cool. Ja, jij gaat vanavond nog als je thuis komt Dory weer kijken. Ik ga weer even checken op Netflix over de Ik spreek zo wat voor je tweeling in hoor. Dat Nou. We hebben altijd allemaal vrienden die zeggen, we gaan nu de film kijken, dan spreek je even wat in. En wat leuk. Dan ga ik het door, die zeggen, ze gaan kijken en zo. Nou, vinden kinderen natuurlijk altijd heel erg leuk. Hey, ja. Vrijdag in de Drom, zijn er nog kaarten beschikbaar? Ja, ik geloof dat het nu tot de helft vol zit, dus de andere helft willen we er graag bij. Ja, dat snap ik. Ja. Dus wel ik mooi hoor, de Sigentahaaszaal. Ja. Ja, ik hoop echt dat het vol zit, want het is de voorstelling, ook al is het mijn eigen voorstelling, maar hij schijnt echt de moeite waard te zijn. Dat kan ik de mensen echt vertellen. Ja, precies. Nou, dan. Nou, mochten de mensen luisteren, aanstaande vrijdag in Sigenta Theaters, de derde verdieping. Dat is heel mooi, want je zit dan echt rondom, hè? Oh ja. Dat vind ik zo mooi van de Drom. Je zit echt mooi rondom. Je zit er echt helemaal in. Je zit erin, echt letterlijk. Oh, heerlijk. Ja. Je zit bijna op schoot. Kan je zelf dan ook kijken, of niet? Ja, dat beloven we wel altijd. Ik moet zelf optreden, sorry. Ja. Ja. Ik ga dat controleren. Ja. Nee, dat mag. Nee, dat mag zeker. Nee. Ja. Nou goed, maar nee, we sturen dan maar de hele buurt er naartoe. Dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Ja, okay. Kaarten zetten krijgen bij de Drom voor de mensen die het nog even opzoeken. En Anieke, dankjewel voor dit gesprek. Ja, nou, ik vond het hartstikke leuk. En ik hoor het wel eens ik Dory nog even moet doen. Is goed. Gaan we doen. Oké. Hartstikke bedankt. Doei. Fijne avond.